Oké, terug, welkom. Is het u ook al opgevallen dat de interne opslagcapaciteit van de MikroTik router nogal vrij is beperkt? Indien je nu een configuratie wil gaan aanmaken die deze opslagcapaciteit nodig heeft, ja, dan ga je al vlug tegen beperkingen gaan aanlopen. Daarom wil ik deze tutorial houden om u te laten zien hoe je externe opslag kan gaan aansluiten op de MikroTik router. En welke routers ondersteunen dit? Elke router die is uitgerust met een USB-poort, deze ondersteunen de externe opslag. Spijtig genoeg merk ik dat de MikroTik router de 4011 niet meer beschikt over zo'n USB-poort, daar kan je geen externe opslag op aansluiten. Indien je nu een MikroTik router hebt zonder USB-poort, ja, dan kan je geen externe opslag gaan gebruiken. We zien nu hier een paar voorbeelden van deze routers. De 3011 bijvoorbeeld is uitgerust met een USB-slot, ja, een 3.0. We zien de CloudCore router is hier ook uitgerust met een USB-poort, maar deze is 2.0. De HAP AC is uitgerust met een USB-poort en de 2011 ook. Zoals al gezegd, is de MikroTik router 4011, ja, deze heeft dat niet. En dit vind ik persoonlijk toch wel een spijtige zaak. Dit geeft MikroTik waarschijnlijk toch al wat ingezien, want hun nieuwe model, de 5011, is terug uitgerust met deze USB-poort. Wat valt me hier op de CloudCore router? Deze geeft ook een micro SD-kaartje. Dat kan je hier gaan inpluggen. Maar ik heb al geprobeerd met SanDisk en Samsung. Deze zijn niet compatibel, want er komt geen disk tevoorschijn. Welke USB-toestellen kan je hier nu allemaal gaan aansluiten? Dit gaan we nu eerst en vooral even gaan bekijken. Als we de tekening bekijken, zie je het eerste, een gewone USB-stick van SanDisk. Ik heb dit uitgeprobeerd en dit werkt dus gewoon uitstekend. Nu, wat heb ik hier op de tweede foto die ik heb gemaakt? Ik heb hier nu een micro SD-kaartje, verschillende USB-sticks. Dit werkt dus allemaal. Ik heb geprobeerd TDK, ik heb ook geprobeerd Philips SanDisk en we zien hier ook de Pocket Drive en nog andere modellen. Daar heb ik geen problemen mee ondervonden. Nu alleen met de micro SD-kaart, dit is een ander paar mouwen. Als we nu overgaan naar de derde foto die ik heb gemaakt, zie je, ik heb een USB-hub aangesloten op de MikroTik router en ik heb twee USB-sticks aangesloten. Dit is toegestaan, want de MikroTik router ondersteunt meerdere USB-sticks. Dus indien je nu drie USB-sticks hebt, steek dat gewoon in een USB-hub en je kan dit gaan gebruiken. Ik geef u wel de raad, gebruik een gepowerde USB-hub, want anders kan je misschien wel in de problemen raken. Ook indien je nu een harde schijf gebruikt, zoals deze hier, deze moet zelf gepowerd zijn, of indien je nu een harde schijf hebt die gevoed wordt via de USB-kabel,
kan je deze niet rechtstreeks op de MikroTik router aansluiten. Nee, je kan dit doen door middel van de USB-hub die deze van stroom voorziet. Dit gezegd zijnde gaan we hier toch nog even kijken naar de bovenstaande punten en dan gaan we overgaan tot het configureren van deze opslag. Dus samengevat, externe opslag kan uitsluitend gebruikt worden met MikroTik toestellen die uitgerust zijn met een SD of CF of een USB-slot. Tweede punt, je kan deze opslagmedia terugvinden in het menu System Disks. Dit gaan we dus ook allemaal gaan zien. En externe opslag kan nuttig zijn, want de ingebouwde opslag bij de MikroTik toestellen is vrij beperkt. Dit heb ik hier ook wel opgeschreven. En nog, opslag kan gebruikt worden voor User Manager, de webproxy, de Dude en SMB. Goed, oké. Laat ons nu even deze USB-stick gaan configureren zodanig dat deze kan gebruikt worden als externe storage. Punt 1. Plug de USB-stick in het USB-slot van de MikroTik router en formateer deze met de instelling EXT3. Oké, dit is nu onze MikroTik router. Ik ga nu naar System, Disks en we zien er is nog geen enkele disk aanwezig. Ik ga hier nu de USB-stick in de MikroTik router gaan pluggen. En we zien, de disk wordt direct herkend. We zien hier, de P staat voor partition. Er is wel een partitie aanwezig, maar de USB-stick is niet gemount. Dus wat ga ik doen? Ik selecteer USB 1. En ik ga hier de stick gaan formateren. File system ga ik EXT3 gaan gebruiken. En een label kan ik geven, bijvoorbeeld wireless info. Ik klik op start. En de USB-stick wordt dus geformateerd. Dit kan een klein tijdje duren. Alles is afhankelijk van de snelheid van de USB-stick en van de capaciteit. Hier zien we nu mounted partition. Dus dit wil zeggen, hij is nu verbonden met de MikroTik router. En als we nu naar files gaan, zien we disk 3 staan in de files. Staat deze nu in de interne storage? Nee, dit is een externe storage, namelijk hier onze USB-stick. Punt 1 is hiermee uitgevoerd. En punt 2, controleer de naam van de disk en kijk of deze terug te vinden is in files. Dit heb ik eigenlijk al ook gedaan. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat we de naam disk 3 moeten onthouden, want deze moeten we gaan ingeven in het pad. Oké, laat ons nog even naar de MikroTik router gaan. Dit is terug de MikroTik router. Ik ga naar System Disks. Nu zien we hier onze disk staan, maar wat is zeer belangrijk, disk 3, de naam. Want dit moeten we weten om het pad te gaan instellen als we nu wensen dat de data moet weggeschreven worden op de USB-stick en niet op de interne storage van de MikroTik router. Laat ons nu even naar een paar punten kijken hoe je deze kan gaan implementeren. Nu je gezien hebt hoe je de externe storage kan gaan installeren op de MikroTik router, ga ik je een paar toepassingen laten zien hoe je deze nu kan gaan gebruiken. Want wij hebben nu externe storage,
Maar hoe kan je dit nu gaan implementeren in de configuratie van de MikroTik router? Dit ga ik je ook laten zien. Ik ga eerst en vooral beginnen met een zeer eenvoudige toepassing. Namelijk, ik ga een backup nemen van de configuratie van de MikroTik router en ik ga deze wegschrijven naar de externe storage. Daarna ga ik ook een backup nemen van de configuratie, maar dan ga ik deze gaan wegschrijven naar de interne storage. Dit om het verschil te zien, waar staat nu alles weggeschreven op de externe storage en op de interne storage. Laat ons hiermee beginnen en ik ga eerst en vooral even naar System, Disks en we zien de naam Disk 4. Dit moeten we onthouden. Goed, we gaan nu naar Files en we zien Disk 4 is hier present, hè? We zien dat hier en we gaan nu naar Backup. Ik ga hier nu alles wissen. De naam van de file. Ik ga eerst disk 4 schrijven. / En nu ga ik de naam 3011 gaan ingeven. Goed. En ik ga als paswoord. Zo. Ik klik op Backup. En wat zie je? Dit staat in de directory disk 4. Zie je? Hier. Nu ga ik terug een backup maken, maar gewoon hier de naam ingeven. En ik klik op backup. En hier zie je nu de backup staat niet in de directory disk 4. Nee, deze staat op de interne storage. Zie je het verschil? Oké, dit is nu een eerste voorbeeld die ik je heb gegeven. Het tweede voorbeeld. Wat gaan we hier nu gaan doen? Wij gaan de logfiles, bepaalde logfiles, gaan we op de externe storage gaan plaatsen, zodanig dat we dus de interne ruimte van de storage kunnen gaan sparen. Oké, goed. Wat moeten we hiervoor doen? We gaan even naar log. Zo. Wat ga ik doen? We gaan dus eerst even kijken. We zien hier bepaalde log system error critical wordt in het geheugen geladen. Zie je hier memory. System error en critical gaan we nu gaan opslaan op de externe storage. Hoe doen we dat? We gaan naar system logging. Hier zien we rules. We gaan hier even dubbelklikken op critical. En wat ga ik doen? We zien action echo. Ik ga zeggen disk. Ook error. Niet memory, maar disk. En wat was het hier nog? Ja, info. Gaan we ook disk gaan zeggen. Goed, is dat voldoende? Nee, wij moeten naar actions, disk. En hier zie je nu name, disk, type, disk. En hier zien we file name. Hier gaan we schrijven disk 4 / log. Goed, oké. En wat gaan we hier nu gaan doen? We gaan gewoon
op apply klikken en oké. Wat ga ik hier gaan doen? Ik ga gewoon even gaan inloggen met een verkeerd paswoord, want anders ik zie niet in wat ik hier allemaal nog kan gaan doen. Dus ik ga hier even de nieuwe Winbox gaan openen. Goed, ik heb het op deze manier gedaan. Ik heb hier nu een verkeerd paswoord gegeven. Ik ga dat een paar keren doen. Zo. Waarom? Als we nu naar de log kijken, zien we dat de log is weggeschreven op de disk. En nu gaan we even kijken naar files. En we zien hier nu disk 4. Het zit in de directory disk 4, dus in de externe storage. En hier zie je nu disk 4 log.0.txt. Dit kan je ook gaan gebruiken. En we zien eerst, heb ik een logfile aangemaakt. Hier. Maar deze hier, disk 4 log.0.txt. Deze zit nu in disk 4, in de externe storage. Indien je User Manager hebt, hoe kan je deze database van User Manager gaan wegschrijven naar deze externe storage? Dit wil ik je ook laten zien. Oké, ik heb nu User Manager geïnstalleerd op een router die is uitgerust met RouterOS versie 7.1. Wat gaan we hier doen? We gaan hier files, heb ik opengelaten. We gaan dus hier niks anders zien dan de User Manager, want ik heb nu die logfiles enzovoort terug hersteld naar de oorspronkelijke instellingen. We gaan dus naar User Manager. En wat kunnen we hier doen? Zodra wij User Manager openen, heb je gezien dat hier User Manager, al die files zitten gewoon op de interne storage. Dus wat gaan we doen? We gaan naar Settings. En wij moeten naar Database. En hier zie je Database Path. We zien hier User Manager 5. Dit moeten we wijzigen naar disk 4. En ja, goed. En dit gaan we nu op Apply gaan klikken. En we zien hier disk 4. En alles van User Manager komt hier ook op de disk 4 te staan. Dit wil zeggen op onze interne storage. Goed, dat was nu ook een voorbeeld hoe je deze kan gaan gebruiken. Wat kan je hier nog mee doen? Indien je nu naar IP webproxy gaat, kan je hier ook de webproxy, dat kan je hier ook gaan wegschrijven. Goed, we gaan dus kijken. We zien hier cache on disk bijvoorbeeld. Maar waar kunnen we dat hier gaan? Hier, cache path. Dit kunnen we ook zeggen van disk 4 / webproxy. En ik ga deze even enablen en op apply klikken. En we gaan kijken waar nu deze staat weggeschreven. Dus disk 4. En we zien disk 4 web proxy. Goed, oké. Dus dit wil zeggen dat dit ook kan gebruikt worden voor de web proxy. Ik ga nu terug naar IP webproxy en ik ga deze gaan uitschakelen. Voor wat kan je deze nog gaan gebruiken? Indien je nu de Dude hebt geïnstalleerd, de monitor software van MikroTik, daar kan je ook het pad gaan ingeven
waar de dude allemaal, de files enzovoort. Deze kan je ook allemaal gaan wegschrijven op de externe storage. Je ziet dat je de externe storage toch voor veel doeleinden kan gaan gebruiken. Maar ik ga hier nu eerst en vooral even een verduidelijking geven. Je ziet die gele mapjes, dat zijn dus directories die worden aangemaakt. We zien op de externe storage wordt er een map aangemaakt, lost plus found. We zien hier user manager en dat zijn dus allemaal mappen die zijn aangemaakt. En hier zie je nu de files die erin zijn geplaatst. Goed, hetzelfde disk 4 webproxy, daar deze nog niet is gebruikt. Ja goed, kan er hier niks van files in zitten. Oké, ik hoop dat dit duidelijk is hoe je dit kan gaan gebruiken. Oké, je hebt nu al een paar voorbeelden gezien hoe je externe storage kan gaan gebruiken en hopelijk zit daar iets bruikbaar bij voor jou. Goed, oké, dit was het voor deze tutorial. Ik hoop dat deze informatief genoeg was. Een thumbs up wordt zeker en vast geapprecieerd en wat mij betreft, ik zie je graag terug in een volgende tutorial.